Welke vinden jullie mooier? Die van mij? Momentje. Tomtorgel. Een beetje lijm. Hier zit extra kaas op. Ziet lekker uit. Mooi. Hou ervan. Even iets beter draaien, denk ik, lief. Zo, kijk. Yummy! Een hele goede avond allemaal. Ja, welkom. Het is vandaag de 22 oktober 2020. Ja, we zitten weer in de auto, maar niet nu van de McDonald's of wat dan ook. Nee, wij hebben wat anders gedaan. Ja, dit is van Roderick. Wij zijn ergens geweest. Dan mag Roderick vertellen waar. Nou ja, supermarkt. Volgens mij zien jullie het al wel waar we zijn. Deze zaak. We zijn dus bij de Jumbo Foodmarkt geweest. Ja. En we hebben dus een lekkere pizza. En Roderick heeft lekker pizza margarita. En ik heb mijn eigen pizza laten maken. Nou ja, niet mijn eigen pizza, maar... Dat ziet er goed uit. Welke vinden jullie mooier? Ja, die van mij? Momentje. Tomtorgel. Een beetje klein. Hier zit extra kaas op. Ziet lekker uit. Yummy. Hou ervan. Even iets beter draaien, denk ik, lief. Eerst even. Ja, kijk. Yummy. Welke vinden jullie mooier? Die van Ro of die van mij? Ja, ik moet die groente aan, want ik vind het fit. Maar we gaan dus weer een random vraag doen. Waarschijnlijk... wel bekende vragen of nog geen vragen die, ja. Maar Roderick die gaat de spits afbijten, dus ja, ik zou zeggen, Roderick, ga je gang. Afbijten. Ik heb hier een spits, die ga ik afbijten. Yummy. Lekker. Zij denk ik. Ja, maar jij mag de... Nou goed, jij had altijd een voorkeur voor een bepaald type telefoon. Met name een Samsung. Ja. Is dat altijd al zo geweest of is dat pas sinds de laatste tijd van oké, waarom die Samsung? Ik heb heel vroeger, toen was ik nog klein en toen woonde ik nog thuis in de Aardewad. Toen wou ik gaan vissen. Toen had ik een Motorola en die met de antenne die je nog uit moest schuiven. Maar deze dame vond het leuk om de want en op mijn telefoon die ging over en ik zag dat. En dat mijn oma het was. Maar ik vond het leuk om mijn telefoon te voeren aan de vissen. Dus ik helemaal huilend naar mijn moeder toe. Van ja, mijn telefoon is in het water gevallen. Ja, waar? Dus nog die kant op. Ja, maar Emma, die kunnen we toch niet meer redden. Nou ja, prima. Toen dat ik eigenlijk op mezelf ging... In... even kijken, toen had ik ook zo'n kleine... Samsung of zo was dat met zo'n klepje nog. Die kreeg ik toen en van mijn broer, dacht ik zo. Of die heb ik toen bij destijds met de Kruidvat gehaald, weet ik niet. Toen heb ik nog zelfs een BlackBerry gehad. Daar kon je mee pingen. En dat BlackBerry's uitgingen. Toen wou ik gewoon een Samsung. En dat was gewoon gelijk van, hey, oké, ik wil gewoon een Samsung, punt. Dat vond ik het mooiste. Mm-hmm. En ik moest het wat makkelijker bedienen hebben. Nou, en dan moet ik niet eerst dat en dan dat. Nee, ik moet gewoon snel kunnen uitschakelen. Niet eerst dat en dan dat. Nee, dat, daar. Het maakt in principe niet uit. Het is eigenlijk hetzelfde. Maar bij de iPhones moet je het omhoog halen. Moet je het uitdoen. En bij de Samsungs is het naar beneden halen. Dat is het verschil. Okay. Maar ja, ik vind Samsung's gewoon fijn. En ook qua gebruik, het is lekker snel. En Apple daarentegen, ja, dat zeggen ze ook zelf. Die lopen met heel veel dingen achter. Mm-hmm. Nou ja, ik ben gewoon iemand die wil gewoon eigenlijk een beetje bij de tijd blijven. Ik heb dus nu een Samsung Galaxy S9. Nou ja, en ik wil dus voor de Samsung Galaxy S20 Plus. De haaien, hoor. Ja. Hele goeie. Ja. Ja, en dan vraag ik jou. Ja. Nami. Hoe is het voor jou
Ik ben nou bijna 2 jaar getrouwd bij mij. Hoe kijk je daar nu tegenaan, nu dat we bijna 2 jaar getrouwd zijn? Ja, elke relatie heeft zijn up en downs, ja. Mm-hmm. Maar die heeft elke relatie. Maar zou je dat nog eens een keertje over willen doen, of niet? Of... Ja, dat is een twijfelgevalletje, want er zijn wel positieve dingen, maar ook negatieve dingen. Ja. Tenminste, een negatief ding, ik had negatief nu veranderingen. Mm-hmm. Vertel. Ik ben niet zo van de verandering. Je moet altijd hetzelfde regelmatig blijven. Mm-hmm. Ja, en er is opeens iemand die wil je ring dragen. Nou, dat is een hele grote verandering. Paniek in de tent. Mm-hmm. Maar goed. Je hebt geregeld dat ik mijn baan kwijt ben. Maar ik ook al heel hard zal over te twijfelen om het zelf op te zeggen, maar niet gedaan. Je bedoelt bij je PostNL? Ja, weet je. Daar zat ik al zo lang. Ja. Ja. Het is gewoon ja, post bezorgen. Ik ga gewoon even lekker buiten lopen, post wegbrengen. Maar toen kwamen ze ook met pakketjes. Van, ja, wel pakketjes. Dan moet je aan de deur gaan bellen en dan afleveren. Dat vond ik wat minder. En het werd steeds meer. Het was zo dat er 1 tas pakketjes en 1/2 tas met post was. Dus dat ging steeds meer tegenstaan. En die vest? En dan krijg je ook nog zo'n postvest. Daar kun je dus je reclame in doen. Plus je pakketjes. Plus je gewoon nog 2 bundeltjes post. Dus machine gesorteerde post en handgesorteerde post. En die moet je dan zelf gaan sorteren en wegbrengen. Nou, dat is weer verandering. Daar hou ik niet van. Mm-hmm. Dus ik deed gewoon lekker op mijn eigen manier. Ja. Eerst even wel die post samenvolgen en dan gaan wegbrengen. Mm-hmm. Ja. Nou, dan doe je er dan over. Dus je bent een kwartiertje bezig om te sorteren allemaal. Mm-hmm. Maar dan ben je weer 1/2 uur mee bezig. Meer. En dan vind je, ja, je bent te lang bezig. Ja. Ja. Dus, die baan ben ik kwijtgeraakt. En, dankzij jou eigenlijk. Door mij. Ja. 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 Dramme! Ja, je had een mail gestuurd naar de manager van ik zeg mijn baan op. Ja, deze alsof ik het was. Ja, ik weet het niet. Ja. Nou, via. Ik was klaar mee. Ja, jij wel. Via kom ik dus. Eigenlijk via jou. Had ik dus ergens een tijdelijke baan gehad. Van nou, dat ging ook failliet. Denk ik, nou, prima. Dan klop je aan bij de uitkeringsinstantie. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar goed. Daar was een aardige man die had hard voor de zaak. Die luistert ook naar mij van nou, wat wil ik nou allemaal? Ja, ik wil gewoon werken. Ik wil gewoon geld verdienen. Mijn geld. En niet dat gezeur van uitkeringsinstantie en dan nu wel genoeg sollicitaties en dit en maar dat. Daar heb ik wel geen zin in. Weer een verandering. Mm-hmm. Ik had het al gewerkt. Nou, eigen geld verdienen. Hij is wel snel koud, moet ik zeggen. Ja, dat is wel maar goed. Het is een lekkere grote fiets. Mm-hmm. Dus nu heb ik een baan in de beveiliging. Ja. Tenminste, via die instantie. Mm-hmm. Die regelt van nou, er is een banenmarkt. Kan je daar even naartoe gaan? Heb je er zin in? Ik zeg, nou prima, doteer me maar. Wanneer is het en waar is het? Mm-hmm. Daar en daar en daar. Zie je nog wel een mail met een uitnodiging? Prima. Ik er naartoe, aangehoord, gesproken daar. Nou, het zijn 10 minuten gesprekjes eigenlijk. Ja. Dat is even wat je, dat is iets op jezelf. Wat doen we? Hoe kunnen we dat aanpakken? Nou, ik blijk 3 kwartier met die man gesproken te hebben. Maar goed, het was zo enthousiast. Hij schreef alles op. En nou, toen was het van, nou, we gaan met jou verder. Kan je ook even praten met je aanstaande teammanager. Dat zal een 20 minuten duren. Ik heb er 1.5 uur gezeten en gepraat. Mm-hmm. En ja. Nog steeds goed contact mee. Het hele opleidingstraject werd uitgelegd. Van, nou, kijk, heb je een strafblad, laat dan even weten. Dan kunnen we kijken wat we aan kunnen doen. Want het zou zonde zijn als je de opleiding begint te komen, dat je een strafblad hebt en dat mag dan niet werken in de beveiliging. Vanwege je strafblad, wat erop staat, weet ik het. Aantekening in het justitiële register, zoals het officieel heet. Mm-hmm. En dan kunnen ze zeggen, nou, je krijgt gegarandeerd van ons 1000 euro bruto in de maand. Nou, er zijn een aantal mensen die zeggen, nou, dat vind ik te weinig, want ik heb mijn huur, dat is al zoveel. Mm-hmm. Vaste lasten. Mm-hmm. Dus ik ga weg. Nou, prima, jouw keus, ik ga weg. Ja. Dus ik dacht van de grote groep die er was, worden er maar een paar mensen uitgekozen. Nou, blijkt dus iets anders geweest te zijn. Van oké, ze hebben een heleboel mensen uitgenodigd.
En dan gaan ze heel veel mensen spreken. En dan, daar en dan, daarvan wordt weer een selectie gemaakt van wie gaat er wel en niet mee. En ik was dus door naar de volgende ronde en de volgende ronde en de volgende ronde. Dan kijken ze, oké, wij hebben het idee dat je die opleiding aan kan. We gaan je zoveel mogelijk helpen daarmee, maar we hebben ook jouw hulp nodig om dat te kunnen doen, om jou te kunnen helpen. Nou. Ja. Dus, maar goed, stel dat je die opleiding niet afmaakt, bijvoorbeeld wat de omstandigheden ook zijn, dan moet je die opleidingskosten weer terugbetalen. Nou goed, dat is nog wat te doen. Mm-hmm. En als die opleiding afgerond is, moet je nog een jaar lang in dienst blijven bij het bedrijf. Mijn werk. Ja. En daarna mag je dus zelf eigen gang gaan, zeg maar. Mm-hmm. En ze willen wel van, oké, je hebt die opleidingskosten gehad, die hebben we voor jou betaald. En dan ga je voor ons werken. En dan wil je graag dat je dus die twee jaar wilt blijven werken om die opleidingskosten dus weer te dekken. Ja. En er zit dus een heel traject aan vast. Een heel traject aan vast. Maar ik heb de opleiding goed met vlag en wimpel geslaagd. Ja, één vlag en een wimpel. Ja. Mooi. Een vraag dus, ja. Voor mij. Voor jou. Ja. Hoe is het voor jou om in het algemeen met iemand getrouwd te zijn? In het specifiek wel met mij. Heb je daar plus- en minpunten bij? Van wat zou je liever anders willen? Zou je het nog een keertje over willen doen? Of met mij of met iemand anders? Stel je kende mij niet. Maar wel iemand anders. Nou ja. Waar je een goed gevoel emotioneel bij hebt gehad, zeg maar. Kan hebben. Mijn allereerste man waar ik had mee getrouwd had kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is meneer Westland. Maar ja, die vond het nodig om 5 à 6 weken van tevoren alles lekker te lopen cancelen. Mm-hmm. Want zijn vrienden die hadden gezegd van ja, maar je komt nu aan de ketting vast. Dus ja, dan kan je dus ook niks meer. Is handig, is leuk. Mm-hmm. Dus, maar ik ken jou en mocht ik het overdoen met jou, dan zou ik het wel met paard en wagen willen doen. Mm. Maar niet in deze coronatijd, dat niet. Want dan wil ik wel gewoon echt gewoon weer mijn ouders erbij, Tamara erbij, ga zo maar door. En probeer om toch weer iemand anders erbij uit te nodigen. En dan zal ik mijn liefstallige buurman van 6 hoog vragen of hij ons, hoe heet dat, wat mevrouw Velsen was. Getuigen? Nee, hoe heet dat nou? Ceremoniemeester, ja. Dat wil ik dan weer aan Ries vragen, want dat was hij dus eigenlijk ook voor meneer 6 weken afzeggen en tussen mij. Maar ja, toen ging het niet door, dus iedereen was boos, et cetera. Dus ja, maar dan zou ik het wel gewoon echt in een andere jurk doen dan wat ik nu heb gedaan. Maar ik heb dan ook weer een plaatje voor me, maar dat ga ik allemaal niet vertellen, want anders is het gewoon niet meer leuk meer. Maar ja, dan zou ik het gewoon met jou weer overnieuw doen. Met mij, oké. Ja. En natuurlijk, overal zitten plus en min punten aan. Want als wij de openingsdans moeten doen, dan moeten wij ook de openingsdans doen. En dan niet mijn schoonouders. Dat ging zo fout. Ja, de muziek werd opgezet en hij had gedanst. Dat ging zo fout. En wij dan, ja. Dat ging zo fout. Hm, ja. En dan ook, en dan zal ik ook gewoon weer onze mooie BMW als onze trouwauto. Nou ja, niet in die trouwauto, want ik zeg van met paard en wagen. Maar dan zal ik hem vragen als onze volgauto. Mm-hmm. Sowieso. En als het pokken weer is, ja, dan is het gewoon met zijn auto als onze bruiloftsauto. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, een vraag aan jou. Ben ik content. Hoe heb jij mij leren kennen? Nou, eigenlijk via. Via. Heel lang verhaal. Maakt niet uit. Leg uit. Ik had... Wil je proeven trouwens? Nee, ik wil even. Sorry.
Dan is ietsje smakelijker, ietsje dikker. Ja, dat weet ik. Dat is optie. Maar oké, vertel. Ik zit vol. Dus je kan het ook thuis nog eten. Maar vertel, hoe heb jij mij leren kennen? Doe ik dit even op de achterbank. Eindelijk begint het zo. Het bedrijf waarvoor ik werkte ging failliet. Dan zit je dus opeens thuis, niks te doen. En wat ga je dan doen? Zoek je iets anders? Baan zoeken? Weet ik wat allemaal. Toen kwam opeens een bestuursfunctie vrij in de Vereniging van de Eigenaren. Mm-hmm. Nou, daar heb ik me voor opgegeven. Nou, prima, ze zochten mensen. Nou, is weer iets te doen. Doe je toch wat voor je eigen huis. Je bent even van de straat, je bent onder de mensen. Dat heb ik inmiddels alweer bijna 10 jaar gedaan. En toen ben ik dus bestuursvoorzitter geworden. Dat was een berenklus. Maar op een bepaald moment is het zo van, er is een verloop in de bestuurders. Dus op een bepaald moment ben ik als enige bestuurder nog over met de nieuwe bestuursvoorzitter. Ik deed het met z'n tweeën. Ja, paniek. Op dat moment was er ook in het pand was er een noodzaak om te kijken hoe de aarding was in het gebouw. Want die was geaard naar de badkamer. Schijnbaar. Niet handig. Als je in de douche staat en er is kortsluiting, word je geëlektrocuteerd. Dat is niet handig. Dat is handig. Nat. Dus er kwam een elektricien langs om even alles op te meten. Ook bij de bestuursvoorzitter. Maar die was op vakantie. Net die periode, die week dat hij kwam. Of ik dan eventjes iemand kon binnenlaten. Ja, dat is prima vond ik. Maar de sleutel kon je halen bij buurvrouw verderop. Oké, buurvrouw verderop. Mevrouw B. Dat is stickertje op de... bij de deur geplakt van WhatsApp buurtpreventie. Dus ik vroeg van, wat is dat nou? Hè? Ik wil best wel informatie hebben van, wat gebeurt er in de wijk? Daar moet je op letten. Ja, zegt ze van, nou, ik heb hier een telefoonnummer. Van ene Karin, moet je er even bellen, appen, weet ik het. Ja. Nou, dus ik dat gedaan, van even informatie vragen. Dan kreeg je een appje terug van, nou, wil je ook meelopen? Ja, meelopen, ik heb toch niks te doen, erg. En dan ben je weer onder mensen. Dus dat lijkt me op zich wel aardig. Dus, ik die avond daar naartoe. En even een klein stapje terug. Want we hebben natuurlijk eens in het jaar een bestuur, een algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren. En die vindt op een bepaalde locatie plaats. En daar is een conciërge of iemand die regelt dat je daar dingen kan doen. Dus, die man heb ik al vaker gezien. Van nou, okay, zal wel, weet je wel. En ik kom daar binnen. Zit hij er ook? Hé, bekend gezicht. Oké. Okay. Maar, gezellig groepje. En pam, ik kreeg een appje van ene Karin. Van, kom je nog of kom je niet meer? Heb je geen zin meer? Dus ik stuur terug van, nou, ik ben er al. Weet ik dat er iemand aan tafel zit die dat appje stuurt. Ja, en dat was ik. Ja. Nou ja. Ja, zij ziet een nieuw gezicht. Ik zie alleen maar nieuwe gezichten. Ja. Dus ja. Dus het was gelijk een hele goede klik. Het was eigenlijk meer een broer-zus relatie tussen ons. Ja, je had een hond. Ja, en toen had ik alleen nog leding. Mm-hmm. En dat was ook wel gezellig, en daar ging mee lopen. Ja, elke avond. En de buurvrouw ging ook wel eens lopen met haar hond. Ja. Ging je met z'n tweeën lopen, dan ging ik een keertje mee. Van nou, gezellig. Mm-hmm. Nou, en ik wou eigenlijk altijd bij jou in het groepje. Ja, bla 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 bla. En ik wist veel meer te vertellen over de wijk dan de anderen. Nou, dat is interessant. En toen was je nog wat molliger. Tenminste, je had wel maagverkleiding, maar dat wist ik niet van hoe het precies in elkaar zat. Nee. En je had een vriend, zei je altijd. Ja, ja maar op een gegeven ogenblik was hij zo mooi in pak. Omdat we even ergens naartoe waren, was hij aan het omkleden bij mij. En ik zie hem zo mooi in pak, jongens. Echt zo mooi. Nou ja, als jullie onze trouwvlog gaan zien, dan weten jullie ongeveer wel wat ik bedoel. Mooi, lekker kort haar, het snorretje weer mooi bijgewerkt. Gewoon zo mooi. Zo netjes in pak. En
toen stuurde ik hem dus een appje, een paar maanden later hoor, ongeveer een heel veel maanden later. Toen stuurde ik hem van, ja, ik begon je nou net leuk te vinden. Krijg ik weer een appje van hem. En nu niet meer dan. Tuurlijk wel, maar je komt vanavond hier. Oké, best. Nou, en toen is het eigenlijk balletje gaan rollen, toch? Ja. Ja. Dus bij deze wil ik het ook weer gaan afsluiten. Het is lekker kort, lekker krachtig. Ja, en de pizza is ook bijna op. Ja, van hem, maar van mij nog niet. Ik heb 3 stukken gehad of zo, dus ik zit vol. Dus, maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke random vragenvlog. Het is een paar vragen geweest. De volgende keer zullen we weer wat kortere vragen en kortere antwoorden geven. Zoals welke maat schoen heb je of wat dan ook. Hè? Ga zo maar door. Of ga, hè? Dat soort dingen. Dus bij deze, dank jullie wel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer eventjes. Doe het belletje aan, want blijf jij zeker op de hoogte met alles wat ik op YouTube plaats. En YouTube online van mij. Scheelt weer. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Doei.